In de volgende periode gaan we werken met het programma FluidSim. FluidSim is een programma waar je niet alleen maar pneumatische tekeningen mee kan maken, maar deze tekeningen ook volledig op hun werking kan testen door middel van een uitgebreide simulatie. De juiste versie van het programma is al gedownload en die heb ik opgeslagen voor jullie in Microsoft Teams. En in deze video neem ik je even mee door de installatie en laat ik je even zien op een aantal punten waar je op moet letten. In het kanaal WMCP vind je de map bestanden. En in deze map bestanden vind je de map lesmateriaal en daar staat weer de map in met FluidSim. Hierin vind je het programma FluidSim 5 Home Use en de installatiehandleiding. En de installatiehandleiding ga ik even met jullie doorlopen. Waar je op moet letten is dat de installatietaal op Engels ingesteld staat en dat er voor de FluidSim 5 Home Use versie gekozen is. Vervolgens zijn er een aantal stappen waar je gewoon op Next Next kan klikken. Bij stap 4 wordt er gevraagd van op welke plek wil je je tekeningen opslaan. De standaardmap is je Mijn Documentenmap, die zou ik gewoon laten staan als ik jou was. Klik je op Next, zorg er even voor dat de onderste button aangevinkt is en klik vervolgens op Next. Stap 6 is het daadwerkelijk installeren van het programma. De licentieovereenkomst van stap 7, accepteer en klik op Next. Je kan kiezen waar je het programma wil installeren. In dit geval is het de C-schijf. Die zou ik gewoon zo laten staan als ik jou was. Klik op install. Vervolgens gaat het programma zichzelf installeren. En uiteindelijk kan je op finish klikken en is het programma geïnstalleerd. Dan krijg je uiteindelijk nog de vraag van of je wil registreren voor FluidSim. Deze stap die sla je over. Klik je op skip. En je kan dus je programma verder terugvinden onder de Windows startknop bij programma's. In stap 14 wordt er gevraagd om de licentiegegevens. De inlognaam is je voornaam en achternaam. En het wachtwoord vind je in de installatiehandleiding terug. Als laatste nog even het volgende. We hebben een beperkt aantal FluidSim licenties. Dus het verzoek is om, als je klaar bent met tekenen, je FluidSim goed af te sluiten. Dit doe je door op File Close Program te klikken. Of aan de rechterkant op het kruisje. Hierdoor wordt je licentie weer vrijgegeven en kan iemand anders gebruik maken van de FluidSim licentie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.